on the cliff. I don't know if you can hear me, it's very windy, that's why I'm covering my mouth. After Byron Bay, we went to the Gold Coast. Ik ben 18 jaar oud en ik praat nu Nederlands. Ik ben Lilie, ik ben ook 18 en ik spreek Duits. Ik m'appelle Gabriel, ik ben 18 jaar en moi je parle français. Je gaat bij je hoofd een beetje buikpijn, toch? Ja. Hoe komt dat? Ik denk dat ça vient du fait que elles ont voulu boire sans manger. J'ai bu sans manger. Kun je vertellen wat we vandaag gaan doen? Ja, we gaan met gleich in club aan een eintritt. Dus we zouden eigenlijk gratis tickets krijgen en gratis drankjes. Maar ik heb geen idee of gratis drankjes krijgen, dus daarom zitten we nu op een bank. En we hebben een fles wijn. We hebben gerade eben 2 flessen wijn gekocht, maar die hadden beide nur 5,5%. Deswegen hebben we jetzt nog een met 12% gekocht. Ja, dat is een goed verhaal. Gabriel, wil je vertellen wat we misschien morgen gaan doen? Donc demain, ce qu'on va faire peut-être, c'est elle doit upload sa vidéo pour faire pour poster sa vidéo sur YouTube. On va als ik hem klaar heb dan, hè. Ouais. Eerst als ik hem klaar heb geëdit. Ja. Okay. On va sûrement aller voir des chutes d'eau. J'ai oublié le nom. Je leur avais proposé certaines chutes d'eau que j'ai vues sur TikTok. TikTok? Wat voor soort TikTok gaan we maken? Non, j'ai juste dit que en gros les chutes d'eau, j'ai vu ces chutes d'eau sur TikTok. Hij had het op TikTok gezien en deswegen wil hij daarheen gaan. Voilà. Oh, we gaan naar de watervallen morgen en dan gaan we... Oh ja, dat is heel leuk. Oké, ja, leuk. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de manger un burger après ou pas? Dat we hierna een burger gaan eten? Ja. Dat is een goed idee. Daarna. Ouais. Oh. Mais je parle de ce soir, hein. Ja, maar ik moet wel even kijken. Ik denk niet dat de keuken dicht gaat, of wel? De keuken. Denk je dat de keuken dicht gaat? Hmm? De keuken waar je kookt? Nee. Denk je dat die dicht gaat of niet? Ik denk het niet, want het is buiten. Het is een buitenkeuken. Buiten? Ja, zeg maar, voor cuisine is het door. Ja, dat heb ik net gezegd. Oké. Okay. Okay. Oh, jetzt heb ik echt nur die Hälfte verstanden. Gehen wir jetzt zurück? Oh, dann schauen wir, ob wir den Burger essen oder nicht. Nee, we willen wel de burger eten, maar we moeten gaan kijken of de keuken open is. Ik denk het wel, want het is natuurlijk een buitenkeuken. Wow, puur on mange la pastèque. Wat is dat? Watermeloen. Ah. Oh, we kunnen ook watermeloen eten. Dat kunnen we wel doen. Of we kunnen yoghurt met granola eten. Oh, ja! Oh, wie lekker. Ik freu mich voll darauf. Over 10 minuten gaat de club al open, hè? Ja, aber wir müssen auch nicht direkt am Anfang da sein, weil sonst ist es auch cringe. Oh, wir reden schon seit 5 Minuten. Ja, das ist klar. Okay, stopp. Okay, doei. Bye, bye. Au revoir. Tschüss. Gabriel and Lily. I heard it lives down.
Yes, I think there. And there's a sound of people. For me, koala, it's like the girl of a dream. You don't have to search to find it. And when you swear to God, the fucker's out to get you. And I digress. Cause I must make you the perfect morning. I try my best to scoop the slugger out the window. Where I went to Mermaid Beach, I walked all the way from Surfers Paradise to Mermaid Beach and to the Burleigh Lookout where they filmed the H2O scene, and I found the most amazing shells ever. It was really fun. It's the simplest things I need, just my friends and a place to sleep, but I never fail to surprise. There's a feeling that's new to me. Unmistakably, that's my voice. Brisbane. We only stayed in Brisbane for like one night, two nights, one day, I'm not sure. And in Brisbane we met up with Mieke. We picked Mieke up to travel with us to Sunshine Coast, which you can see in another vlog. Cut back.